Deze beschouwing is er eentje in de serie Economie. En de vorige die ik gehouden heb, die ging over economische groei en economische krimp. En dat dat inhoudsloze begrippen zijn. Want men speelt met de waarde van geld. En dat doen ze door geld te verdunnen. Heel. Het, uh, ja, er zijn dus mensen. En die hebben. toegang tot de productie van geld. Die. zetten geldpersen aan. Worden daar zelf heel erg. rijk van. En wij. Ja, wij krijgen dat extra geld niet. Dus als het in. Uh, kijk naar Amerika. Daar zijn in 2006 en 2007 en 2008 enorme hoeveelheden geld bijgedrukt. Of gecreëerd. Ja, het Amerikaanse volk heeft daar geen cent van gezien. En waar is dat geld gebleven? Iets wat ik uh, misschien wat beter had moeten vertellen in de vorige uitzending. Daar heb ik het gehad over dat Winston Churchill de economie van Engeland op de knieën bracht. Door de banken te verbieden om nog leningen te verstrekken aan bedrijven. Nou, toen zijn de bedrijven failliet gegaan, kreeg je hoge werkeloosheid. En ja, mensen waren bereid om voor ieder loon dan maar aan de slag te gaan. En wat ik niet verteld heb, is dat dat toen ging om de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat dacht je misschien al wel, maar bij deze dan even, dat was ik vergeten. Dus die economische crisis in Engeland die is veroorzaakt. En. In de bespreking van de goudprijs heb ik laten zien dat de prijs van het goud, wat letterlijk de ontwaarding is van de dollar. Hè, de, het goud werd alsmaar duurder, terwijl de hoeveelheid goud is ja, al heel lang stabiel. In die zin er wordt wel eens wat goud bijgedolven, maar. Ja, de hoeveelheid het goud is een kubus van 20 bij 20 bij 20 meter. That's it. Dat is echt verschrikkelijk weinig. Ja, dat is. Uh... Ja. ja, hoeveel kubieke meter is dat? Ja, nou, je kan je zelf wel voorstellen dat 20 meter, dat is, niet, dat is niet zoveel. Een kamer is meestal 4 meter breed. Nou, denk je dan even 5 kamers in. En dan 5 kamers breed, 5 kamers diep en 5 kamers hoog. Dat is het. Dan heb je de totale hoeveelheid goud van deze aarde. En dat is al heel lang zo. En er komt wel wat bij, maar we raken ook wat kwijt. En, uh, ja. en de laatste jaren, met al die elektronica, is er een toepassing voor goud in die elektronica. En ik heb een, een aangetrouwde neef, heet het dan? He? De man van mijn volle nicht, haar man, die werkt in het terugwinnen van goud uit computers. Nou, dat is business. Ja, waarom zou goud duurder worden? Ja. Niet omdat het zo'n enorme vraag heeft op de elektronica markt. Dat, 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 is niet, dat is niet het punt. Maar een heel klein beetje goud heb je daarvoor nodig. Nee, er wordt gesjoemeld met die, uh, die dingen de ontwaarding, het feit dat het goud steeds duurder wordt komt, omdat de waarde van goud die is constant, de intrinsieke waarde van goud die verandert niet, en de waarde van geld, ja, die reest omlaag. En in de jaren zeventig hebben ze de goudstandaard losgelaten, Gouden standaard. Dus de dollar die aan het eind, na, na de Tweede Wereldoorlog werd de dollar de wereldvaluta, dus de basisvaluta, zoals de meter de eenheid is van alle lengtematen. Zo werd de dollar de eenheid van alle munten. Dat was de basismunt, dus alles werd uitgedrukt in de hoeveelheid dollar. En de dollar was dan gedekt met goud. Nou, dat hebben ze losgelaten in de 70e jaren met Richard Nixon. En waarom? Nou, om, toen ze dat losgelaten hadden en de dollar uh, fiat, uh, fiatvaluta dus een fiat valuta werd. Een fiducie, een vertrouwensgebeuren, je moest er maar op vertrouwen. En het hoefde niet meer gedekt te zijn met goud. Ja, toen konden ze als idioten geld bij gaan drukken. En waar was dat geld voor? Ja, drie keer rijden. Dat was voor de oorlog in Vietnam. En nou, dan zijn we weer thuis, hè? Dus economie, wij, wij denken dan van, oh de economie groeit en oh jee, de economie krimpt en bla bla bla. bla en dat is dan goed of dat is slecht of wat dan ook. Maar wij kijken naar het resultaat van wat mensen achter de schermen met ons uitspoken. Met ons geld. En zij doen dat niet om ons rijker te maken. Zij doen dat om ons aan de bedelstaf te brengen. Punt. Het is heel erg wat er gebeurt met de economie. De levens van mensen worden kapot gemaakt. Momenteel zijn ze bezig om de economie een gevoelige slag toe te brengen door de landbouwsector aan te pakken, de agrarische sector. Het aantal zelfmoordgevallen onder boeren is gestegen. Even kunnen kijken of het Als ik dat hier zoek op YouTube, zelfmoord. En dan boeren. Zelf, zorgen over zelfmoord onder boeren. Agrarische sector komt in actie. Dat is 2018. In de agrarische sector nemen de zorgen over zelfmoord onder boeren toe. Veel boeren kennen wel iemand in de sector bij wie het misging, maar officiële cijfers zijn er nog niet. Hoppakee. Onderzoek in de landen om ons heen toont aan dat suicide onder agrariërs beduidend meer voorkomt dan gemiddeld. Ja, en waarom is dat? Omdat die sector kapot wordt gemaakt. Hij wordt kapot gemaakt door onze regering. Die, die man van. is die? Uh, Jesse Klaver, die is dan van. is klaver. Hij is groen links. Hij heeft een Marokkaanse vader. Die man is ervoor verantwoordelijk. Hij werkt mee aan het kapotmaken van uh, Nederland. Ja, ja. Daar gaan we. En hem interesseert het niks, hè? Hij staat erbij te lachen, man. Vandaag wil ik het hebben over BTW. Kijk, waar je een economie mee kapot maakt, dat is om geld te onttrekken aan die economie en ze lekker voor jezelf. Kijk, het is logisch dat als jij een markt organiseert, waar mensen mogen komen met producten, en waar andere mensen mogen komen om die producten te kopen. En jij zorgt ervoor dat die markt er is. Dat je aan de mensen die op die markt staan en die hun producten verkopen. Dat je aan die mensen een vergoeding vraagt voor het feit dat jij het mogelijk maakt dat die markt er is. Een klant van mij nou een. Ik heb die business, uh, daar ben ik mee gestopt. Maar toen ik die business nog had, dan had ik een klant en die stond op de markt hier in Gelderland. En hij regelde dat dan. Want al die marktlui die dus op de markt stonden, die betalen dan voor dingen als de hoeveelheid elektra die ze verbruiken en andere dingen. En ze bezonden meer voor het aantal vierkante meters. En iedereen vindt dat reëel. Dat je betaalt voor het feit dat iemand die markt organiseert. En ja, dat is, daar hoef ik eigenlijk niks over aan toe te voegen, toch? Maar als iemand die de markt organiseert een monopolie heeft. en vervolgens gaat die partij uh, enorme prijzen vragen. voor het mogen verkopen van producten. Ja, dan gaat de markt kapot. Ja, dan, dan zakt de markt in elkaar. Niet omdat het vraag- en aanbod niet meer werkt. Nee. De vraag is er nog wel, de aanbod is er ook. Maar de markt is zo duur geworden. dat de verkoper zich blauw betaalt aan marktcommissie. En dat is wat we momenteel hebben. En een goed voorbeeld daarvan is BTW. En met BTW zuigen ze. De, ja, meer dan 20% van de toegevoegde waarde zuigen ze weg. En dat slaat nergens op. Kijk, mijn eh, voormalige klant. Eh, die had zo'n eh, kippenkar. En eh, met zo'n eh, gegilde kippentoestanden. Hè? Ja, die neemt elektra af. En die betaalde dus aanzienlijk meer voor zijn standplaats. dan die man daarnaast die er stond met bloemen. Want die heeft ook elektra, maar dat is alleen maar voor een lampje te kunnen branden, als, het, uh, hè? als je dat überhaupt heeft. Maar smorgens vroeg misschien een lampje aan kunnen doen. Zo. Ja. Maar hij met zijn kippengril, ja, die trekt een paar kilowatt. Dus hij betaalt meer, omdat hij meer elektra verbruikt van de markt. Dus hij maakt meer gebruik van het aanbod van de markt, dus moet hij er meer voor betalen, hè? Maar het wordt een rare boel. als je een deel van je toegevoegde waarde moet betalen. Of niet? Kijk, dat jij als onderneming wanneer je winsten maakt. Dat je van die winst een deel afdraagt voor het algemeen nut, dat vind ik prima. Dat een onderneming die, krijgt dan, die draait een omzet van Huppeltje Pub en nou, dan gaan daar de kosten van af. Ik zou zeggen, de salariskosten, die gaan we wel even in de gaten houden, want een onderneming die aan de directie enorme salarissen uitkeert of van wie dan ook. Uh, dat zien we niet allemaal als kosten, natuurlijk. Hè? Maar een salaris tot en met, noem eens wat, uh, modaal, zo, mag je zien als kosten. Nou, en dan blijft er een stuk over <coughs> wat uitgekeerd kan worden aan de directeur, wat mij betreft. Hè? Maar voordat de directeur uh, lekker gaat uh, cashen, dan gaan we eerst even afdragen aan uh, de samenleving. Dat vind ik uitstekend. Waarom niet? Dat is de winst. En die belast je. Klaar. Dat hebben we hier in Nederland ook. Die bestaat, die winstbelasting. Dus een onderneming draait winst, betaalt belasting over. Waar wij ook belasting over betalen, dat is iets als loonbelasting. Dat slaat nergens op. Dat heb ik je net uitgelegd. Als dus iemand een, zijn personeel betaalt met een modale vergoeding, nou klaar. Dat, dan hoef je ook niet nog een keer over die modale vergoeding, dat daar ook nog een keer. Uh, nee, die moet even afspreken. Ja. Ik zou zeggen, modaal. Alles wat modaal of minder uitgekeerd wordt aan medewerkers, is onbelast. Waarom zou je dat belasten? Dat is mijn mening. Ja? En heeft een onderneming winst? Ja, dus ze verdient zoveel. Nou, mensen werken daarvoor zoveel uur per jaar. Nou, dan weet je wat ze maximaal uh, onbelast, dus wat het bedrijf maximaal onbelast mag uitkeren aan de medewerkers. Nou, dat mag afgetrokken worden van de winst. Net, natuurlijk, net zoals bijvoorbeeld dingen als de benzine voor de auto's, en elektra voor de alle, alle, uh, alle kosten voor het bedrijf, mogen afgetrokken worden. Nou, van het wat je overhoudt, moet zoveel procent naar de overheid. Klaar. Bijdragen voor het algemeen nut. En dat percentage, daar moet je maar lekker over gaan debatteren. Dat lijkt me typisch iets voor het parlement. En dat is het dan ook. Ik bedoel, die ene belasting: loonbelasting afschaffen. Niet nodig. Dat zou ik rechtvaardig vinden. Maar dan nu BTW. Wat is dat dan weer? Die wetgeving op de BTW... de belasting op de toegevoegde waarde... dat is te gek voor woorden. En dat begint dan al bij het feit... dat als een onderneming iets verkoopt... aan een andere onderneming... dan moet er op de factuur... BTW worden gezet en die BTW die moet betaald worden door het bedrijf wat de producten krijgt. Dat bedrijf wat die producten in ontvangst neemt en die BTW betaalt aan die onderneming die geleverd heeft, die krijgt die BTW terug van de overheid. Nou, en de btw die het bedrijf in rekening brengt, die de goederen levert, die btw, die moet dat bedrijf betalen aan de overheid. Dus als er tussen twee bedrijven een transactie plaatsvindt van 1000 euro, dan gaat de euro van de leverancier, of de, krijgt, de klant betaalt dan 1000 euro aan de leverancier. Effectief. Maar betaalt dan 200 euro extra aan de leverancier. Die leverancier die geeft die 200 euro aan de overheid en de overheid geeft die 200 euro weer terug aan de klant. Dat is te gek voor woorden. De club die dat verzonnen heeft, die moet gearresteerd worden en kaalgeplukt worden. Alle bezittingen afgenomen. Die mensen hebben zo een schade veroorzaakt aan Nederland. Aan de, Nederlandse, aan de Nederlandse economie. Nou, de Nederlandse economie... Dan zeg ik dat dit is overal. Het is belachelijk. Dit hele mechanisme... had nooit ingevoerd mogen worden. En waar ging het allemaal om? Nou, het ging erom... dat als een consument... Dus niet een bedrijf, maar een consument. Iets koopt van een onderneming. Dat dan de onderneming btw in rekening moet brengen. En die btw die moet de consument betalen aan de onderneming. En de onderneming moet die btw aan de overheid betalen. Maar dat bedrijf betaalde al winstbelasting. En waarom dan ook nog een tweede vorm van winstbelasting? Nou, dat hebben ze ingevoerd om, punt 1, het mogelijk te maken dat er eenvoudig gefraudeerd kan worden. Daar heb ik natuurlijk geen bewijzen voor, maar ik weet dat dit heel eenvoudig, dat je hiermee met. Er wordt dus geld in de ronde gepompt. Een bedrijf heeft een transactie van 1000 euro. Dus die moet 1000 euro betalen, maar die moet dan 1200 betalen. Maar die krijgt dan, van die 1200 die betaald worden, krijgt hij 200 terug. En de overheid die heeft dan tijdelijk die 200 in bezit, maar moet dan weer teruggeven aan degene die het teveel betaald heeft. Want als leverancier en je bent een bedrijf, nee als klant en je bent een bedrijf, krijg je je BTW terug. Ja, ja. En de overheid heeft dan tijdelijk even die BTW in handen. Ja, ja. Maar wat nou als een bedrijf de BTW van een nota. Dus die laat een nota opstellen door de leverancier: van stuur me even een factuur. Op die factuur staat 1000 euro en 200 euro BTW. Nou, die factuur die voer je in in je administratie. En je claimt bij de overheid 200 euro BTW terug. En die factuur in kwestie, die betaal je gewoon niet. 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 Die betaal je niet. Ja, ook al betaal jij die factuur niet, je kan die BTW gewoon terugklemmen. Nou, als je dit nu even goed combineert met een moment kiezen voor je bedrijf failliet te laten gaan. En dan moet je even handig gaan werken met la 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 la. Een BTW-nummertje hier, BTW-nummertje daar. Gegarandeerd, jongen. En als je dan niet hebt over een factuur van 1000 euro, nee, een factuur van een paar miljoen. Een twintig procent van een paar miljoen, dat is al gauw een paar ton, snap je? En daar kan je ook een advocaatkant van betalen en een notariskantoor en dan kan je van alles regelen. Dat is niet zo moeilijk. Sterker nog, jij kan eigenaar zijn van die beide bedrijven. Dus het ene bedrijf stuurt een factuur naar het andere bedrijf, maar het is allebei van jou. En er is helemaal geen dienst geleverd. Er zijn helemaal geen goederen, blablabla. Bla, bla, bla. Dat heb je alleen maar verzonnen met een prospectus. Import-export ofzo. Btw-fraude. Het kost de Nederlandse samenleving nou, even schatting btw-fraude. In Nederland. In de Europ Europese Unie is het 50 miljard euro. Maar dat geldt dan voor de hele Unie. Dus in Nederland gaat het zeg maar om een miljard. 1 miljard euro per jaar raken wij kwijt aan criminelen die dit gebruiken. Denk je dat er iemand is tussen die luilakken in Den Haag in de Tweede Kamer die hier wat aan gaat doen? Nee joh, natuurlijk niet. Ze gaan lopen zeuren over stikstofoxide bij de boeren. Ik wel. Die 50 miljard trouwens, dat was in 2019. Dit is een artikel van. Ik heb nu een andere, hoor, van Argos, van de VPRO. Wat staat hier aan. Dit gaat namelijk over de Nederlandse situatie. Staat hier een bedrag. Maar hou het maar op een miljard per jaar. Zo heel lang bekend. Het is de grootste inkomstenbron voor de overheid, dacht ik. BTW dan, hè? Niet de fraude, maar. Hier, er zat hier een... Dat er in Deventer een eenheid is opgericht. Waar er werken 30 mensen. En het heeft al op het moment van dit artikel 23 miljoen gulden gekost. Geld dat is uitgetrokken om fraude met de BTW tegen te gaan. ja dit, uh... ik heb dat heel lang geleden als een keer tegen iemand gezegd en was ook een ondernemer en ik zei de enige reden dat ze die btw-wetgeving hebben ingevoerd met die belasting die erbij hoort is om het mogelijk mogelijk te maken dat er gefraudeerd wordt oh dit is een artikel uit 1993 Over BTW en hoe je snel rijk kunt worden door BTW-fraude. Argos vertelt hoe je rijk kunt worden met de BTW-fraude. Makkelijk en zonder risico. Hoppakee, 1993. Dat zijn 16 jaar verder. Nee, 26 jaar verder. Dat is toch God geklaagd. Doet iemand hier wat aan? Nee hoor. Een beetje zeuren over CO2. Het is toch te erg voor woorden. En dan hebben ze de BTW ook nog omhoog geschroefd. Van 6 naar 9 procent. Op dingen als uh, water. Dus je koopt voor een euro aan water. En dan moet er bijna een dubbeltje uh, naar Den Haag omdat je water koopt. Ja. ja, het was ooit zo dat ze toen dus op 1 januari 1969 is die BTW ingevoerd, hè? Zat hier toch? Ik las het net. Stond Waar stond het hier? Ja, het BTW-systeem werd op 1 januari 1969 ingevoerd. Ja, de mensen die het gedaan hebben, de criminelen, ze zijn waarschijnlijk al dood. Dat is erg. Dat ze al dood zijn. Anders had je ze kunnen straffen. Ja, maar Perry, het zit veel ingewikkelder in elkaar dan dat jij zegt, hoor. Want uh, echt, uh, nou, het is allemaal heel terecht en zo. En uh, je moet niet denken dat er een groep mensen is die, die Nederland kapot willen maken, Perry, Want dat is uh, zo'n complotgedachte. Uh, ja, uh, uh, dat zeggen mensen wel vaker, hè. Van die mensen zoals jij, dat die... Uh, die zijn niet goed bij hun hoofd. Nee, en jij kan niet rekenen. Dus jij bent niet goed bij je hoofd. Het is zoals ik net zei... Ondernemingen die winst draaien hier in Nederland. dienen een deel van hun winst af te dragen voor de algemene middelen. En voor de rest, natuurlijk, voor het gebruik van de markt, uh, dingen Dus een transportonderneming. Uh, dat vind ik, die moet uh, lekker wegenbelasting gaan betalen. Nou, dat is ook al geregeld. Net dat je wegenbelasting betaalt. afhankelijk van. ja, ik zou het liefst nog willen. kilometers erbij. Maar in elk geval. Uh, kilogrammen. Huh? Dan dus heb je een hele zware auto, meer wegenbelasting. Maar ik zou ook kijken naar kilometers. zou ik wel zo terecht vinden. Ja, ja. En dus je, je, je bedrijven moet je belasten over de winst die ze dus Redelijke wijs waarvan je vindt, nou dat is de redelijke wijze winst. Een onderneming die een miljoen overhoudt, maar de directeur gaat naar huis met een salaris van 800.000 euro. Die heeft niet een winst van 200.000 euro natuurlijk. Nee, die is een winst van 1 miljoen. En er moet dus zoveel ton belasting betaald worden. Ja, dan kan die directeur niet naar huis met een ton met een, met een miljoen aan inkomen. Nee, dat is precies wat je wilt toch? Loonbelasting afschaffen. Dat zo eerlijk zijn, dat is nu niet. En de weg naar een eerlijk belastingstelsel... Uh, er zijn nog wat hobbels te nemen. Want wat ze gedaan hebben is dat ze een aantal vormen van belastingen... Dat hebben ze ja, een beetje hier, een beetje daar, een beetje zus, een beetje zo. En zo mergelen ze de economie uit. En Jesse Klaver van GroenLinks, die lacht zichzelf helemaal kapot. Hij vindt het wel leuk. Het interesseert hem waarschijnlijk helemaal niks. Hij heeft, in Nederland interesseert hem helemaal niks. Hij vindt het wel best. Collega's van hem maken België kapot. Andere collega's van hem die maken Duitsland kapot. Hij maakt Nederland kapot. Het interesseert ze helemaal niks. Dat is waar ik Jesse Klaver van verdenk. Want anders zou dit er wel een halt aan toegeroepen hebben en gezegd dit kan niet langer. Hou op met die boeren te pesten en pak de BTW aan. Schaf de BTW af. En sluit het ministerie van Landbouw. Want daar heb je dan geen geld meer voor. Mooi zo. Ministerie van Gezondheid, sluiten. Ministerie van Cultuur, sluiten. Afgelopen ermee. Ministerie van Onderwijs, hou er maar mee op. Door mijn dochter, die was klaar met het primaire onderwijs en kon mevrouw een staartdeling maken? Nee. Nee. Ze heeft zes, nee, bijna acht jaar in de ronde gelopen bij die mafketels. In acht jaar tijd hadden ze niet de tijd gevonden om mijn dochter een staartdeling te leren. En dat wordt dan gecontroleerd door het ministerie van Onderwijs. Ministerie van Onderwijs, afschaffen. Ja, er moet iemand een keertje heel erg boos worden. En die mag niet oproepen tot geweld, en dat wil ik voorlopig helemaal niet. Maar dit wordt geweld. Dit wordt geweld. Absoluut. Ik ben bezig met een studie te maken van het boek Openbaring. Het is de Openbaring van Christus Jezus. Nee, het heet de Openbaring van Johannes. Nee, het is opgeschreven door Johannes, maar het is de Openbaring van Christus Jezus. Begrijp dat nou eens? En dan heb je het over de ruiters van de apocalyps. En de eerste ruiter, dat is een. Uh, een dan gaat het om een wit paard. Dat is vrede. En dan krijg je een periode waarin. Uh, ah, allemaal totale vrede, vrede, vrede. Peace, man, peace, peace, and love and happiness. Ja. Misschien zitten we nou in die periode. Hè? Lekker om vrede, vrede, vrede. En dan komt er een periode van oorlog. En dan begint iedereen begint elkaar af te maken. En dan breekt er hongersnood uit. En het kan niet anders. Het kan alleen maar op de manier zoals hij in het boek Openbaring staat. Alleen op die manier kan het opgelost worden. Maar je kan je niet laten regeren door idioten vermengd met een mafioso. Jesse Klaver dat is een idioot. Dat is een man die, ja, die denkt dat hij Nederland aan het redden is door de agrarische sector de nek om te draaien. En toen de btw omhoog ging van 6 à 9 procent op drinkwater, heeft hij zich echt niet laten roeren. En niet van ze laten horen, helemaal niet. Je kan zien dat overal in Nederland dat de markten, zoals hier een markt, hebt, maar niet marktkoopmannen, zoals die klant van mij... Die, die lopen helemaal leeg. Er staat niemand meer. Ja, en het is niet omdat mensen nu hun gebraden kippenpoten bestellen via internet. Nee, de mensen hebben helemaal geen geld meer. Jesse Klaver is daar mede verantwoordelijk voor. Jesse Klaver maakt de levens van Nederlandse mensen kapot. En het interesseert hem helemaal niks. En dat besef, dat gaat bij ons komen. En als de oorlog uitbreekt, dat wordt een oorlog... <laughs> Zoals uh, in E.V.'s zes uh, staat, hè. Wil de... ik er even bij pakken? Even de microfoon bijstellen. Pakken we hem er even bij. Ja, je Bijbel lezen, mensen. Het is de hoogste tijd. 1-1-4-5: Het is gek, het is merkwaardig en waar. Veel dingen staan toch in de Bijbel. Maar waar staat het ook weer? Oh, hier staat het. Efezen is een brief die geschreven is door apostel Paulus. Aan de mensen van Efezen. En daarin staat in hoofdstuk 6, dat is dan het laatste stuk van die brief, en dan vers 12. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. En dan volgt er nog een stukje. Maar het eerste stukje lijkt me erg duidelijk, of niet? De strijd tegen de overheden. Ja, maar uh, Paulus die bedoelde dat heel anders, Perry. Dat, uh, dat weet je best. <laughs> ja, natuurlijk, Jochie. Daarom staat er ook. Uh, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Dat wordt nog wat. Dus wij stemmen ons. Elke keer als we gaan stemmen, dan stemmen we rood, of dan stemmen we groen, of dan stemmen we blauw, of dan stemmen we rood-groen, of uh, paars. En we stemmen ons helemaal dood. en Mensen zoals Jan Terlouw van D66, die lachen zich helemaal kapot. Die mensen die rekenen zichzelf lekker rijk. Die gaan naar huis met salarissen van bijna 200.000 euro per jaar. Een ambtenaar in de Europese Unie kost ons... In de Europese Unie had toen bij de telling van 2017. Ik ga even het plaatje erbij pakken. Dit is zo'n schande, jongen. En de BTW in Europees niveau, dat, dat ga ik het zo dadelijk ook nog even over hebben. Waar heb ik dat staan? Ik had zo'n mooie spreadsheetje gemaakt. Ik kan hem niet vinden. Een hele mooie spreadsheet van de, de begroting van de EU. <laughs> waar ging het nou ook weer om? Er was een, waar iets van 30.000 tot 40.000 ambtenaren. En per ambtenaar kostte dat, dat hele geintje. Dus een ambtenaar kost ons. 345.000 euro... per jaar. He. Leuk bedrag, vind niet? Waar staat het nou? Ik moet het hier eens hebben. Oh ja, ik heb het gevonden. <laughs> Ja, 40.000 ambtenaren. En per ambtenaar 345.000 nou nee, 345 euro kost het een EU-ambtenaar EU per jaar. Ja. Yep. En waar wordt de EU van betaald? Nou, van de BTW. Ja, als je me niet gelooft. Het is toch echt zo hoor. Het is pure diefstal. En dan aan de EU en de BTW. Ze hebben in de jaren 90, hebben ze de EU-BTW-regelgeving aangepast en iets heel ingewikkelds verzonnen. Want voorheen was het zo dat als jij leverde aan een onderneming in Duitsland, dan hoefde jij op je nota geen btw te zetten. Waarom zou je? Want een bedrijf. Het gaat toch alleen maar om het rondpompen van geld? Dat heb ik toch net uitgelegd? Dus Een bedrijf heeft een transactie met een ander bedrijf en moet 1000 euro betalen. Nou, dat bedrijf wat de goederen geleverd heeft, die stuurt een factuur, Er staat 1000 euro op. En dat bedrijf wat die goederen in ontvangst neemt, die maakt die 1000 euro over en is die factuur betaald. Dan ben je toch klaar? Nee. Het bedrijf wat die factuur betaalt, die moet uh, 1200 euro betalen en die krijgt die 200 euro weer terug van de overheid zodat daar een mooi cirkeldingetje ontstaat waar gefraudeerd mee kan worden. Om die fraude mogelijk te maken. Daarom is die BTW verzonnen. En anders niet. Anders hadden ze ook de, de winstbelasting van bedrijven op kunnen schroeven. Dat heeft namelijk hetzelfde effect. Nou, dat was puur om die fraude mogelijk te maken. Maar goed, dat kon dus niet werken als je factureert aan Duitsland. Want als je dan onder een klant had in Duitsland, dan hoef je op die nota geen btw te zetten. Dus kon je met een, dat kon je dus niet doen met een Duitse onderneming. Dus wilden ze dat rondpompen van geld via de overheid, wilden ze dan ook voor alle Europese transacties. Dat heette de zesde richtlijn. Super ingewikkeld. Ik had dat moeten programmeren. Nou, daar word je niet vrolijk van. Dat is kwijt geweest, man. Oh. Om dat te programmeren... dat is alleen maar de software. Dan moet die software ook nog bediend worden. Dus mensen moesten hele ingewikkelde dingen... allemaal in gaan voeren. Oh, 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 oh. En dat kostte vervolgens... Uh, ik heb een klant gehad... en die, die kon kappen... Die had een aantal klanten in Duitsland. Nou, en die konden dus vroeger. was dat allemaal geen punt. Hij leverde die product aan Duitsland. En die Duitsers die kregen dus een factuur. Er stond geen BTW op, want dat was Duitsland. was buitenland, dus geen BTW. Dus niet dat gedoe met uh, BTW in rekening brengen. en dat de klant dat terug uh, kon vorderen. Nee, maar dat moest dus vanaf dat moment wel. Nou, toen merkte die klant, uh, want dan moet die klant moest dan de BTW gaan terugvorderen bij de Nederlandse overheid. Dus een Duitse onderneming moest bij de Nederlandse overheid de BTW terug gaan vorderen. Ja. Nou, dat ging dan een keertje niet goed. Kwam er een kink tussen de kabel. Toen zei de Nederlandse overheid: Nee, we accepteren deze terugvordering van BTW niet. En je kan het bekieken. Je kan het bekoeken, als Duits. Doe kunst als bekoeken. Nou, dat gebeurde één keer te vaak. En dan zei die klant tegen mijn klant, van ik hoef je producten niet meer, want het risico dat ik de btw niet terugkrijg is te groot. En de marge die ik maak op het jouw product, want die, dat bedrijf moest die producten weer verkopen op de Duitse markt aan de consumenten. Het ging om consumentartikelen. En die marge was niet zo groot. Maar ja, dan gaat er één keer zo'n btw terugclaimactie, gaat niet goed. Ja, dan heeft zo'n bedrijf maandenlang voor niks uh, lopen werken. Heeft zo'n Duitser geen zin in? Ook Duitsers houden er niet van om voor de Katzen te werken. Te arbeiten, zal man zeggen. Ja, hoppakee, bedrijfstak afgelopen. Dat is wat ze doen met Europa. Ze maken de economie helemaal kapot. Efezus 6. Want we strijden niet tegen en vlees en bloed. Nee, wij strijden tegen overheden. En dit gaat door en door en door en door. Net zolang totdat wij aan het moorden slaan. Dan wordt het geweld. Want de boerensector in Nederland, de agrarische sector, wordt al hevig gepest sinds de jaren 60, jaren 70. Het eerste boerenprotest dat ze al helemaal boos naar Den Haag gingen. En je had toen toch ook zo'n boerenpartij met boer Koekkoek. Ja, Waarom was dat? Dat, dat kennen we helemaal niet. Dus inmiddels is dat ook niet meer, maar waarom was dat? Die boeren werden helemaal gek. Met al die regels waarmee hun economische bijdrage gefrustreerd werd. En het wordt alleen maar erger en erger en erger. En op Facebook, ja, mijn Facebook-vrienden, die staan allemaal te juichen. Ze vinden het fantastisch dat de agrarische sector de nek wordt omgedraaid. Maar ze moeten vooral doorgaan met die wens. Die mensen, mensen weten niet waar ze om vragen. Ze weten niet hoe ongelooflijk gemeen dit allemaal is. Ze weten niet dat we hier helemaal kapot aan gaan. Er wordt zo dadelijk jank, hoor. Ik moet dan denken aan de moeder van mijn kind. Die de godgans tijd op mij liep te kankeren. Want ik zou niet meehelpen in de huishouding. Ja, ik deed 75% van de werkzaamheden. En zij had dan 25% die zij deed. En daar was heel erg druk mee. Nou, en dat ik dus niet deed in de huishouding was een van de redenen voor haar om dat huwelijk te beëindigen. En dat hoorde ik van een tante, een zus van mijn overleden vader. Die belde haar op na de scheiding en die vroegen haar: En hoe gaat het nou met je? Toen zei ze tegen die tante: Oh, zei ze, het is zo zwaar. En zij heeft niet eens in de gaten dat zij dat zelf heeft veroorzaakt. Zij, de, zij snapt het niet. Zij, tot op de dag van vandaag zal je haar nu kunnen vertellen: Van ja, meisje, meisje, jij hebt gescheidinkje, gescheidendje gedaan. En jij hebt iemand de deur uitgestuurd, je, die heel erg veel werkjes deedjes in de huishouding. Je moet altijd in kleine woordjes praten tegen vrouwen, want ze zijn niet zo slim namelijk. Dus ze uh, zal ze echt niet geloven. Zij zal zeggen, ja, nee, dat kwam door andere dingen. Het was echt, hey, nou, die scheiding was zwaar, hoor. Ik vond het echt heel zwaar. Zij, heeft, zij is zich niet bewust van het feit dat ze het zelf, dat onheil over zichzelf heeft afgeroepen. En de mensen hier in Nederland beseffen dat ook niet: dat ze door op Jesse Klaver te stemmen, dat ze zichzelf naar nou, de Rajmode stemmen. Ze maken hun land kapot. En zo is het. De BTW-wetgeving had nooit ingevoerd mogen worden. Het terugkomend, er is maar één belasting reëel, los van de gebruiksbelasting. Zoals dus je water gebruikt, daar moet je voor betalen. En dat soort dingen. Elektra, daar moet je voor belast worden. En, uh, en weg, wegen gebruiken, daar moet je voor belast worden. Ja. Tuurlijk. En daarnaast moet er geheven worden voor de algemene middelen, zoals gehandicapte opvang, bejaardenverzorging, um, zeg eens wat. Ja. Natuurlijk. En dat doe je door de bedrijven te belasten. En that's it. En je mag als samenleving eisen dat een bedrijf een boekhouding voert. En je mag eisen dat die boekhouding helemaal synchroon loopt met de bankrekening. En dat alle betalingen te herleiden zijn tot zakelijke transacties dat we precies weten waar de poen vandaan kwam en waar de poen naar over is gemaakt. Precies, tot op de cent. Dat mag je eisen als samenleving, natuurlijk. Is dat nou? En dan heb je het gehad. Dit is het systeem in Nederland wat ze verzonnen hebben. Ah, hij is zo crimineel, hij is zo mafioos. Dit kan alleen maar leiden tot een ongelofelijke, wanordelijke soepzooi. En dat wordt heel erg. Ik zeg niet dat het morgen gaat gebeuren. Ik zeg juist dat het morgen niet gaat gebeuren. Zoals wij nu zijn, wacht, wij vinden het allemaal wel best. Maar als zo dadelijk uh, de vechtpartijen gaan beginnen. Dan wordt het een ander verhaal. Maar dat kan er wel 300, 400, 500 jaar duren hoor. Wat ze nu uh, doen, dat is wel heel slim van ze, is dat ze Nederland volpompen met mensen die helemaal geen affiniteit hebben met dit land. Zoals Jesse Klaver. Het zal hem wat interesseren. Hij maalt er niet dan. Vandaag, uh, zaterdag was het, en dan loop ik ze naar de markt en nog even wat andere boodschappen gedaan. En dan ja, van de mensen op straat, waarvan je dan opvangt uh, dat ze met elkaar wat kletsen of zo. Ja, soms hoor je Nederlands. Maar <laughs> vandaag was het echt een bijzondere dag. Dat meer dan de helft van de mensen die ik hoorde spreken, die spraken geen Nederlands. Ik was in de action voor een nieuwe theepot. Nou, is... Ik kon niet verstaan waar die andere mensen die boodschappen aan het doen waren: waar die het over hadden: Hang-yang-wang of zo, Die mensen interesseert het ook helemaal niks. Maar we zakken af, jongen. We gaan keihard omlaag. Ik leef nu heel zuinig en dat zal ik wel moeten. Ik ben schoonmaker in de gehandicapte zorg. Ja, ik had een nieuwe theepot nodig en ik was eerst naar de blokker gegaan en dan zag ik een theepot, uh, verschillende mogelijkheden, dan zo'n leuke theepot die je leuk op tafel kan zetten, staat leuk, ja 30 euro. Kijk, ik ben ondersteuner slash schoonmaker slash hostelmedewerker in de gehandicaptenzorg. Ik beur netto 14,40 euro per uur. Dus voor zo'n theepot van 30 euro moet ik twee uur werken. Iets meer dan twee uur werken. En dan moet ik ook nog op mijn fiets naar mijn werk. Dat is toch uh, ruim een half uur fietsen heen en dan ook weer terug. En dan die klussen die ik draai, ja, die zijn meestal vier uur, vijf uur. Dus dan, hè, dan moet je een uur, dik een uur fietsen door weer en wind natuurlijk. En dan krijg je voor vier uur betaald. Maar zeg maar, om twee uur te kunnen werken, moet ik. Uh, voor het loon te krijgen van twee uur werk, ongeveer die 30 euro. Ben ik meer dan twee uur bezig. Ben ik 2,5 uur bezig. Voor een theepot? Dus ik ben naar de Action gegaan en ik heb daar een heel een lelijk ding gekocht. Voor 4,95 euro. <laughs> En dat vind ik ook goed. Het is echt een lelijk, akelig, plastic ding. Daar drink ik momenteel een thee uit. Want ja, mijn eigenlijke theepot, die is na negen jaar trouwe diensten is die gisteravond. Uh, ja, ik tokte een beetje onhandig met het afwassen of zo. En dan pats was een scherfje af. En dan denk ik, uh, weggooi dat ding. Want dat gaat me dan te ver hè, om thee te drinken uit een theepot die. Een scherf mist. Dus nu heb ik een plastieke ding. Nou, kijk hoe lang die het volhoudt. Voorzichtig mee zijn. Hij is in elk geval van plastic. Maar nou, jeetje, wat is die lelijk zeg. Maar wel 4,95 euro. Dus, nou, dat is dan te overzien. Zeg maar een half uur werken. Plus dan uh, equivalent van het fietsen erbij. Dus zeg maar 40 minuten alles met elkaar uh, met werken en fietsen. Ik denk, nou, daar wil ik het wel voor doen. En wat voor mij geldt, dat geldt ook voor andere mensen die in deze sector zitten. Maar wat is dat nou? Huh? Kijk, ik zou ook wat anders kunnen doen. Dat weet ik. Ik zou best wat meer kunnen verdienen. In zekere zin is dit mijn vrije keuze. Maar hoeveel mensen zijn er niet die helemaal geen vrije keuze hebben? En hoe moeten die dan een theepot kopen? Snap je? Dus bedenk je goed dat jij je Bijbel nodig hebt om te snappen wat er aan de hand is. En lees het boek Openbaring nog eens. Het is geen makkelijk boek, maar daar staat het wel in: De Openbaring van Jezus Christus. Snap je? Dus met een zorgelijk gevoel voor jullie heil, jullie maatschappelijke heil, en met een opgelucht gevoel voor mijn eigen zielenheil, want ja, ik doe niemand een vlieg kwaad. Ik kan me niet voorstellen dat de heren, heren ontevreden is over wat ik de laatste tijd heb uitgespookt. Zeg ik tegen jullie op zijn hamburgers: tjus en dag lieverds.